Minister Suwardo Mustaja van Arbeid weet als geen ander dat de arbeiders het moeilijk hebben. Daarom staat deze dag volgens hem ook in het teken van strijd, lotsverbondenheid en solidariteit met de werkende klasse. Dit haalde de bewindsman aan in zijn 1 mei-boodschap. Volgens hem heeft de regering samen met haar sociale partners toch bescheiden successen geboekt. De arbeidsminister zegt verder dat elke economische vooruitgang een positieve impact heeft op het vertrouwen van de werknemers en het geloof in een betere toekomst versterkt. Ik geef toe dat de werkende klasse de afgelopen jaren een moeilijke tijd heeft doorgemaakt. Maar het stemt goed om te constateren dat langzamerhand verbetering begint op te treden. Wij kunnen ons dus nu focussen op verbetering van de kwaliteit van het bestaan van de werkende klasse. Ondanks dat wij de hoge inflatie en de negatieve koersontwikkeling van de afgelopen jaren achter de rug hebben, zijn de effecten hiervan nog enigszins voelbaar voor werkers. Ik kan u geruststellen, want de regering heeft intussen al enige beleidsmaatregelen genomen om de negatieve effecten te pareren. Het verwachte positieve effect van de bedoelde maatregelen is in proces. Minister Suwardo geeft verder aan dat de sociale wetten worden gerepareerd. De wet basiszorg bijvoorbeeld, die de zorg voor particuliere werkenden en hun gezinnen moet garanderen, wordt daarom herzien. De wet minimumuurloon wordt volledig vernieuwd. Door de inflatie loopt het minimumloon achter op het proces van herstel van de macro-economie. De vernieuwing van de wet geschiedt eveneens in het kader van de in de reparatie zijnde sociale wetten van 2014. De verwachting is dat dit jaar nog deze beleidsmaatregelen een positieve impact zullen hebben op de kwaliteit van het bestaan van de werkende klasse. Arbeidsminister Mustaja vandaag in zijn 1 mei-boodschap. Aan de 1 mei-viering ligt de invoering van een 8-urige werkdag ten grondslag. Er is veel strijd geleverd om de langere werkuren af te schaffen en te komen tot een werkdag van 8 uren.